Afgelopen week kwam er hoog bezoek op KSV Temse. Niemand minder dan Club Brugge kwam afgezakt in een druk voorbereidingsschema om Sparta Rotterdam partij te geven. Niet alle spelers van de A-kern deden mee in deze van Brugge kant toch wel zwakke wedstrijd. Want de Nederlanders zetten makkelijk hun voet naast de blauw-zwarte, al komen deze laatste via strafschop op 1-0. In de tweede helft kon de titelkandidaat uit de Jupiler Pro League niet echt het betere voetbal op de mat brengen. Het was Sparta Rotterdam dat beter ging spelen en meer dan verdiend de gelijkmaker kon scoren. Het staat 1-1. Te weinig grinta, te weinig overtuiging in het bruggenspel en zo eindigt deze wedstrijd op een teleurstellende 1-1 en heeft Blauw-Zwart toch nog veel werk aan de winkel, willen ze Europa in daar waar ze willen zijn. Het positieve van de middag was de schitterende organisatie van Temse dat alles vlekkeloos liet verlopen en de vele supporters een leuke namiddag gaven, een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.